Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. Oeh, daar zijn we weer! Het is 2 weken geleden dat ik de laatste video hier heb opgenomen. En dit, jongens, omdat ik 2 weken lang ziek ben geweest. Ik ben in mijn leven lang, gelukkig, ik ben heel blessed daarin, nog nooit 2 weken lang gewoon echt ziek geweest. Maar ik voel me eindelijk weer een beetje beter. Ik had gelukkig video's vooruit kunnen werken, waardoor er wel gewoon andere video's online kwamen, maar niet Content Veen. Maar dat maakt niet uit, daar gaan we het niet te veel over hebben. We zijn er weer, we hebben nog steeds mijn NKB's cowboy hoed op. Het is geweldig. Maar trouwens, over geweldig gesproken, het is niet zo geweldig, want als ik me hier omdraai... Kapitein Bruinbaard, hij is helemaal stuk! Jongens... Ik denk dat meneer KB wraak heeft genomen op het feit dat ik zijn bank heb overvallen. Wat is hier gebeurd? In de vorige aflevering heb ik letterlijk de bank van de cowboy overvallen. En blijkbaar heeft meneer KB dit als reactie teruggedaan. Hoe durf je, meneer KB? Kapitein Bruinbaard had hier niks mee te maken. Er staat een ding eens bij. Oh nee, wacht. Dit is van de speurtocht van vorige keer. Dat heeft hier niks mee te maken. Nee. Bruinbaard. Hoe kon dit gebeuren? Hoe durft die cowboy? Hoe durft deze cowboy dit te doen? Ik weet dat ik zijn bank heb overvallen. En dat ik zijn cowboyhoed op heb. Maar dit is echt extreem. Wat moet ik hierop gaan doen, jongens? Wat moet ik hier als reactie op gaan doen? Laten we beginnen met de airco aandoen, want het is warm in mijn kamer. Misschien niet heel handig, omdat ik nog steeds een beetje ziek ben. Maar kan gebeuren. Kom wel goed. Onacceptabel dat kapitein Bruinbaard gewoon helemaal op is geblazen. Mijn doel is om deze aflevering meneer KB zijn spullen wel terug te geven. En die heb ik dan ook gewoon heel simpel hier... Sorry. En die heb ik dan ook gewoon heel simpel hier in een barrel gestopt. Maar deze spulletjes wil ik teruggeven aan. Dit heb ik allemaal uit zijn bank gestolen. Alleen ik wil dit niet zomaar natuurlijk teruggeven. Hij moet er wel wat voor doen. Zeker omdat hij nu kapitein Bruinbaard heeft opgeblazen. Dus even kijken, hoeveel spulletjes zijn het? Dit zie ik als 1. Het goud zie ik als 1. Zijn computer zie ik als 1. En revolver van Billy zie ik ook als 1. Dus 1, 2, 3, 4 verschillende schatkisten moet ik gaan maken. Ik op 4 verschillende plekken in het continent wil ik deze spullen gaan verstoppen voor hem. En dan is het aan meneer KB de cowboy. Oh, en zijn hoed ook. Dan is het aan hem om ze te gaan vinden. Het continent is enorm groot. Dus waar ik die spulletjes ook ga verstoppen, ga ik natuurlijk niet aan jullie laten zien. Want dan gaan jullie dat in zijn video, of zijn volgende video, gewoon onder de reacties laten. Of in de reacties laten. In de reacties achterlaten bedoel ik. Praat is af en toe moeilijk. Dus ik zie jullie over, ik gok een uurtje als ik klaar ben en alles heb verstopt. Maar waar, dat gaan we nog heel eventjes kijken. A few moments later. Hallo! Jongens, daar zijn we weer en we hebben hier 1, 2, 3, 4, 5 boekjes geschreven. Maar voordat ik deze boekjes ga laten zien aan jullie... en ik ga vertellen over waar ik de schatten van meneer KB zijn bank heb verstopt... heb ik helemaal nog iets niet aan jullie laten zien. We zijn hier namelijk in de winkelvallei, maar Char... Korfbal Char van de Boselfjes. Die heeft heel de winkelvallei in kerstsfeer gemaakt. Het is echt ongelooflijk. We hebben hier een gezellig kersthoekje... maar overal waar je loopt, het lopen van die leuke... wat noem je dat... kerstslingers en zuurstokken en cadeautjes. Meneer KB zijn cowboywinkel daar. Heeft ze in plaats van een Wilde Westen cowboyhoed, heeft hij nu gewoon een kerstmuts op. Echt een mooie kerstmuts trouwens. Het is echt heel gezellig hier ineens in de winkelvallei. Overal is het gewoon compleet in de kerstsfeer. Maar het leuke hieraan, jongens... Dan moeten we even deze kant op lopen. Is hier bij het kaboutercasino, kan ik als het goed is dit blokje hier hakken, zo. En hebben we daar een knopje. En hoor nou... Dan gaat er gewoon kerstmuziek af. Dit is toch leuk. Dit is gewoon door Char gedaan. En dan, volgens mij gaat hij nog... Hij gaat zelfs nog door. Het is dat ik hier nu heel eenzaam alleen ben. Maar binnenkort gaan we hier met z'n allen zitten. Want we hebben een bericht van de kerstman. De kerstman is hier met een belangrijk bericht. Het gezelligste feest van het jaar komt er weer aan. Dit kunnen jullie contentveners niet voorbij laten gaan. Ben jij de eerste die dit leest? Laat het dan aan iedereen horen. Want dit wordt een kerstfeest. Nooit als nooit tevoren. Ik kom over een paar weekjes weer... Dus zorg maar alvast voor goede kerstsfeer. De kerstman. Nou, de kerstsfeer is er in ieder geval al. En in de aankomende dagen komen alle contentvenen samen. En gaan we een leuke kerstspecial maken. Geregeld door de kerstman. Ik heb echt geen idee wat er gaat gebeuren. Dus ik moet wel even een kerstpiratenskin maken. Maar dat gaan we niet deze video doen. Dat is niet deze video. Dat komt letterlijk heel snel binnenkort, jongens. Het is inmiddels bijna kerst natuurlijk. Maar even terug op het onderwerp waarmee ik bezig was voordat ik hier was. Dat zijn namelijk de schatten van meneer KB zijn bank. En die zijn helemaal leeg, jongens. Ik heb... over het hele continent verspreid al die schatten ergens gewoon gestopt. En per schat heb ik een boekje geschreven.
Dat zijn 5 verschillende locaties voor al zijn schatten. Laten we bijvoorbeeld even beloning 3, een vast voorbeeld. Daar heb ik gewoon een klein raadseltje geschreven. En ja, ik ga het niet voorlezen. Ik ga hem niet voorlezen, want dan weet ik al precies wat er gaat gebeuren. Dan gaan jullie het oplossen. En dan gaan jullie het in KB's video onder de reacties zetten. Dus de beloningen ga ik niet laten zien aan jullie. Dat moeten jullie maar in meneer KB's video zien. Maar een beloning moet je natuurlijk een opdracht voor doen. Dus 5 beloningen, jongens, betekent 5 verschillende opdrachten. Ik heb 1 boekje hier. Dan ga ik alle 5 de opdrachten ga ik erin schrijven. Kijk, weet je wat het is? Ik begon natuurlijk met deze... Met zijn bank overvallen. Maar hij heeft kapitein Bruinbaard opgeblazen. Daar moet hij gewoon opdrachten voor terug doen. Hij moet daar gewoon opdrachten voor terug doen. En als hij die opdrachten doet, dan krijgt hij zijn spulletjes terug. Anders niet. En goed, wat zou nou een leukere opdracht zijn dan mij een beetje de piraat van Conte het Veen een beetje helpen met zijn basis. Dus als de eerste opdracht voor meneer KB dacht ik eraan, omdat hij hier een meneer Bruinbaard daar heeft opgeblazen, moet hij ter vergoeding op deze locatie hier een huisje bouwen. Een echt piratenhuisje. Om zo te laten zien dat hij toch nog gewoon liefde kan tonen aan de piraten. Opdracht 1. Bouw een piratenhuis. Een piratenvissershut wil ik het zelfs hebben. Een piratenvissershut. Op de aangegeven locatie komt hij. -395. Nee, wacht trouwens. Ah, dan moet het een beetje een andere... Wel hier. Ik weet dat de vissershut eigenlijk aan het water moet, jongens. Maar hij zit hier aan het biertje, dus het komt wel goed. 7-3 en 0. Wow, de locatie is gewoon 0 hier. 0, hoppakee. Dit moet compleet in een piratenstijl die matcht met de rest van Piratenland. Blokken mag je pakken uit de smalle knaller, oftewel mijn piratenschip. Veel succes! Zo, dus stel hij heeft opdracht 1 compleet, mag hij beloning 1 claimen. Er staat hier, ahoy cowboy, heb jij de opdracht van kapitein Knalnut goed uitgevoerd? Ga dan snel naar de volgende pagina. Dus boekje 1 is compleet. Opdracht 2 is een iets simpelere opdracht, jongens. Deze is niet zo heel ingewikkeld of hoeft niet zo heel lang voor hem te duren. De winkel in de winkelvallei Boom Boom, de TNT winkel, die heeft allemaal dynamiet hier geplaatst op mijn schiereilandjes ter dreigement dat ze mijn schatkist hier wilden opblazen omdat ik hun beacon niet had teruggegeven. Nou, een beacon heb ik terug. Geven, dus het dynamiet mag worden opgeruimd. Oftewel, opdracht 2. Ruim de dynamiet op bij kapitein Bruinbaard zijn schatkist. Plaats deze dynamiet voor de boom boom winkel in de winkelvallei. Punt. Hoppakee. Dat is beloning nummer 2. Goed, dan komen we bij opdracht 3. Ik heb hier 2 van die spionnen staan uit het Wilde Westen. Agent 002 en hier op een rood kleedje natuurlijk agent 001. Deze honden staan hier altijd maar een beetje op een kleedje. Zielig in het buitenweer. Stel, het regent nou, worden ze nat, weet ik veel wat allemaal. Daar moet iets aan gedaan worden. Oftewel, voor opdracht 3. Agent 001 en 002 hebben het altijd maar koud in de buitenlucht. Ze worden nat door de regen en ze hebben geen warm bed. Bouw leuke piratenhondenhokken voor deze spionnen en ontvang jouw derde beloning. Ja, ja, dat gaat om de derde beloning. En goed, jongens, voor opdracht 4 moet ik hier even onder mijn boot doorvaren. En dan moet ik even hier in het grote schedeleiland. Want in mijn schedeleiland hier, jongens, heb ik de beste, meest geweldige cactusfarm die er maar ooit bestaat. Ik heb heel veel reacties gekregen over mensen dat ze hier een tutorial over willen. Dat is eigenlijk trouwens helemaal gelogen. Het is echt de slechtste cactusfarm die er is. Maar ik vind het echt een hele goede cactusfarm. En meneer KB die vindt het echt zo'n slechte cactusfarm. Dat zijn volgende opdracht gaat zijn. Opdracht 4. Maak een geweldig reclamefilmpje van minimaal 30 seconden over mijn prachtige cactusfarm. Het mag niet negatief zijn of sarcastisch. Het moet oprecht een promotie zijn voor alle andere Minecraft-spelers. Veel plezier. Zo. Oftewel, jongens, meneer KB moet een reclame maken. Dus een kort reclamefilmpje van langer dan 30 seconden. Over mijn cactusfarm. Alsof het op tv is. Alsof hij daadwerkelijk mensen deze cactusfarm wil verkopen. Veel succes, meneer KB. Als je dit hebt gedaan, mag jij je 4e beloning innen. Oké, dan gaan we naar de laatste beloning, jongens. En deze opdracht is eigenlijk best wel simpel. Dit alles, al deze 4e opdrachten, het huisje, het vissershirtje bouwen, de TNT opruimen, een hondenhokken maken en een promotiefilmpje voor mijn cactusfarm, moet hij allemaal uitvoeren
terwijl hij een piratenoutfit aan heeft. En hij moet dus ook deze prachtige piratenhoed een hele aflevering ophouden. Laten we de opdracht even schrijven. Opdracht 5. Dit alles moet je doen terwijl jij een piratenoutfit aan hebt en mijn prachtige... Sorry, dit doe ik niet goed. Prachtige piratenhoedje op hebt. Doe je dit niet, kom ik nog eens je bank stelen. Oh, nog eens je bank beroven. En vermoord ik... Hoe heet hij ook weer hierboven? Hoe heet dit beest? Wacht even hoor. Hoe heet jij ook weer? Ik heb jou ontvoerd van meneer KB. Maar ik ben je naam letterlijk gewoon vergeten. Hoe heet jij? Volgens mij Buldog of zo, toch? Ik ben de naam kwijt van dit monster. Hij heet Buldog. Vermoord ik... Buldog. Jarrrr. Zo, hoppakee. Zij moet dit alles doen in een piratenoutfit met mijn piratenhoed op. En anders vermoord ik hier Buldog. Buldog. Dan ga je dood. Oké, laten we er nog even een lief berichtje van tevoren schrijven. Ahoy, cowboy. Hier zijn jouw 5 opdrachten die je moet uitvoeren om jouw 5 verloren schatten terug te vinden. Lees eerst alle opdrachten en voer ze daarna uit in jouw gewenste volgorde. Opdracht 5 is essentieel. Oké, dan signen we deze. Noemen we hem... opdrachten. Zo. Oké, dan hebben we 5 beloningen. En het opdrachtenboekje. Dan heb ik nog 1 boekje waarin ik vertel wat er nou aan de hand is. Maar eerst gaan we naar het Wilde Westen. En dan gaan we daar gelijk het boekje even schrijven. Brute Benno, ik heb je lang niet gezien. Ik ben 2 weken ziek geweest. Uiteindelijk tijd om een keertje weer op pad te gaan met z'n tweeën. Onze cowboy heeft in de tussentijd ook een grote schuur gebouwd. Maar dat heb ik natuurlijk in de vorige video volgens mij ook al laten zien. En hij heeft hier nog een soort schuurtje gebouwd. Met een windmolen. Oh, dit is waarschijnlijk voor zijn farms of zo. Leuk. Heel leuk. Maar we komen voor de grote bank daar, die wij hebben overvallen laatst. Ik ben mijn leads vergeten, dus we zetten Benno even hier in het hok. Dan zetten wij hier voor de ingang een barrel neer. In de barrel stop ik opdrachten en dan beloning 1, beloning 2, beloning 3, beloning 4 en beloning 5. Oeh, wacht even hoor, dit komt niet goed uit. Oh, kijk, zoals dit. Hoppakee, zo. Dan de hoed doe ik er natuurlijk ook bij. En ik weet dat hij gewoon de beloningen zo kan lezen als hij wil. Weet je, dat hij de opdracht helemaal niet uit hoeft te voeren. Maar dat is ook nou niet echt leuk of zo, weet je. Nou trouwens, nee, ik heb een idee om dat te voorkomen. Dat hij niet gewoon zomaar de beloningen gaat claimen zonder de opdracht uit te voeren. Doen we het eerst zoals dit. Zetten we de lectern hiervoor en schrijven nog heel even een boekje. Nou trouwens, de lectern zetten we er wel op. Hier, zo, de lectern gaat erop. Goed jongens, ik heb een boekje geschreven. Ahoy, cowboy. Jij hebt kapitein Bruinbaard vernield en zo schande gebracht aan de alliantie tussen piraten en cowboys. Maar geen zorgen, deze kan je nog herstellen. Het is nog niet te laat. Het mooie is, we doen dus alsof hij de probleemmaker is hier. Ik heb zijn bank overvallen, maar we doen dus alsof hij het probleem is. Onthoud het goed. Kapitein Knalnet heeft jouw verloren schatten uit de bank gevonden en de daadwerkelijke dief gekielhaald. We doen alsof iemand anders het gedaan heeft. Ik ben niet de dief. Jouw schatten liggen verspreid over het continent en kunnen worden gevonden door 5 verschillende boekjes. Echter, door de vernieling van kapitein Bruinbaard zal kapitein Knalnet deze boekjes natuurlijk niet zomaar geven. In de krat hieronder bevindt zich een boekje met 5 verschillende uitdagingen. Voor elke uitdaging die jij goed uitvoert, kan je 1 van de beloningen pakken die zich bevinden op de locatie van de opdracht. Groetjes, je hopelijke trouwe kameraad, kapitein Knalnut. Sign, uitdaging, noem ik het. Uitdaging. Hoppakee, sign en close, die stoppen we dan hierin. Zo. Dan gaat hij die lezen, dan heeft hij hier de opdrachten en de piratenhoed. En dan ben ik echt heel benieuwd of hij het gaat doen. Laten wij dan snel naar huis gaan. Benno, het is tijd. Goed, dan moet ik alleen nog even op de locaties van waar hij alles moet doen de beloningen plaatsen. Dus hier in deze barrel komt beloning 1. Hoppakee. Dan bij de dynamiet daar plaatsen wij natuurlijk hier, hoppakee, beloning 2. Dan bij de agenten kunnen wij hier een barrel plaatsen, hoppakee, met beloning 3. Plaatsen we Benno in de tussentijd even terug. Bij mijn cactusfarm plaats ik beloning 4. En ze kleden even te denken, waar doe ik beloning 5? Natuurlijk in mijn piratenbank. Ik heb een goede plek. Als hij een echte piraat is met die piratenoutfit van hem, weet hij dat hij de laatste beloning kan vinden hier in de kapiteinshut. Dat zou een logische plek voor hem moeten zijn. En meneer KB, als je even goed de beloningen pakt voordat je de opdracht uitvoert, vermoord ik Buldog, vermoord ik Amigo, vermoord ik Sheriff Junior. Pas dus op. Oké, de dreigement is nu wel duidelijk, denk ik. Goed, jongens, heel veel meer tijd heb ik helaas niet. Omdat ik de afgelopen 2 weken ziek ben geweest, heb ik ook niet echt veel kunnen bouwen of veel kunnen nadenken over wat mijn volgende bouwwerk zal zijn. Ik heb nog heel veel dingen gepland, maar puur omdat ik dus ziek was, heb ik gewoon niet zoveel kunnen nadenken over bouwdingen en zo. Dus in de volgende afleveringen wil ik ook weer lekker daar allemaal gaan bouwen. En als het goed is, zal er een nieuw huis moeten komen die doorgebouwd gaat worden door onze cowboy. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog heel veel grootse plannen. Misschien is deze video iets minder
bijzonder qua bouwen en weet ik wat allemaal. Maar we hebben heel veel voorbereiding gedaan in de start van de oorlog tegen de Cowboys. Dus heb jij nog goede ideeën wat ik tegen meneer KB kan doen om of een oorlog te voorkomen of een oorlog te starten? Laat maar even weten in de reacties. Moeten we een oorlog voorkomen of moeten we al ingaan in deze oorlog? Ik heb geen idee. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin heb ik de bank van meneer KB overvallen. Echt een geweldige video. En nu spreek je later. Glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bam, 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 bam. Oh!